Een goede mammoetmachinist is iemand die dus zin in zijn werk heeft. En het klinkt misschien gek, ze noemen mij hier op dezelfde fluiter. Want ik loop altijd te fluiten, dus ik heb het naar mijn zin. Die maakt propeenoxide en styreen. Propeenoxide, dat is een grondstof voor de polyurethane en de schuimindustrie. Styreen, dat is een grondstof voor de polystyreenindustrie. Deze fabriek maakt ongeveer 2,5% van de wereldproductie aan styreen en een equivalent hoeveelheid voor propeenoxide. Dus dit is een grote fabriek. Ja, deze stop die het duurt iets tussen de 40 en de 45 dagen. Tijdsdruk is natuurlijk duidelijk. Als je zo'n grote faciliteit hebt, dan is een dag langer. Heeft echt wel impact op de markt. Dus het is absoluut tijdskritisch, vandaar ook rond de klok. Een turnaround of een stop is complex, is hectisch. Er moet heel veel gebeuren in een korte tijd. En daar hebben wij een partner voor nodig die voor ons nadenkt en in ons belang zijn dingen doet. Dus we kijken van tevoren wat zijn nou de activiteiten die we allemaal willen gaan doen. Ik begin bewust met veiligheid, want veiligheidsprestatie is een hele belangrijke eis in onze industrietak en ook bij ons als bedrijf. Daarnaast spelen het kunnen uitvoeren van de activiteiten kwalitatief en qua capaciteit een hele belangrijke rol. Ja, en de derde factor is kosten. En dan proberen we zo dat plaatje rond te maken van welk bedrijf past daar het beste bij. Ja, en in dit geval is Mammoet daar als winnaar uit de bus gekomen. Mammoet is natuurlijk een gerenommeerd bedrijf die denk ik wereldwijd zijn sporen wel heeft verdiend. En onze ervaring is ook dat wanneer we complexe lastklussen hebben, dat we dat volledig in handen van Mammoet kunnen geven. Rental is de dagelijkse verhuur van mobiele kranen, maar ook van rupskranen. In de Beneluxmarkt hebben wij beschikking over 200 machines die we op een dagdagelijkse manier kunnen verhuren. En bij de grotere projecten, zoals we hier nu staan op een stop op Show Moerdijk, dan wordt er ver van tevoren wordt er door ons een engineer geleverd die participeert in een projectteam. En die bepaalt de kraanposities van tevoren, zodat een heel werk eigenlijk voorbereid is alvorens eraan begonnen wordt. We hebben een aantal kranen conform een werkvoorbereiding ingezet. Dat wil zeggen dat we een grote radius bestrijken om allerlei kleine delen, zoals afsluiters, veiligheidskleppen en dat soort zaken uit te kunnen hijsen. Daarnaast hebben we ook geëngineerde opdrachten, zoals een 650 tons mobiele kraan met beweegbare jip, die een aantal zware klussen uitvoert. Voor ons is hijsen specialistisch werk.
En bij specialistisch werk ja, betekent het dat de eis die je stelt is dat mensen kwalitatief echt goed weten wat ze moeten doen, het juiste materieel hebben en ook de juiste gekwalificeerde en opgeleide mensen hebben om het werk uit te voeren en te begeleiden. En om met ons mee te praten over wat de risico's nu zijn van de activiteiten. We zijn totaal aanwezig met 77 medewerkers op een scope van 24 kranen op dit project. En daarbij moet u denken aan een zevental supervisors die gedurende de shift toezicht houden en de klanten en opdrachtgevers te woord staan. Een 30 tot 35-tal riggers en daarnaast een aantal machinisten die ook in een shiftverband dit project uitvoeren. Het is zo dat in de bestaande installatie, daar worden heel veel onderdelen de fabriek uitgehaald om gereinigd te worden of om geïnspecteerd te worden of om gerepareerd te worden als ze kapot mochten blijken te zijn. Nou, die spullen die zijn over het algemeen zwaar, die zitten op moeilijke locaties, lastig te bereiken. Het potentiële risico wanneer heel veel grote kranen heel dicht bij elkaar staan, die kranen die draaien natuurlijk rond, die cirkelen en er is altijd gevaar dat ze tegen elkaar opbotsen. De grootste risico's is miscommunicatie, vandaar dat communicatie binnen een stop als deze prior nummer 1 heeft. Er zijn op een aantal plaatsen mensen die specifiek alle kraanbewegingen in de gaten houden. Nou, we hebben daar de fluitsignalen voor dat mensen niet onder lasten doorlopen. Maar ook het bewegen van de kranen zelf wordt door Mammoet zelf gecoördineerd. Iedere area van deze fabriek is ook een uitvoerder aangewezen als aanspreekpunt voor de machinisten. Dus de veiligheidsvraagstukken die er zijn, nou de meeste zijn voor de stop, zijn alle zaken al eigenlijk afgetikt door middel van aanpassen van taakrisicoanalyses, voorlichting. En nou, daar liggen dus ook de prioriteiten ook binnen Mammoet. En dat wordt zowel vanuit de directie gepromoot, dus van top bottom down. Ze moeten samenvatten, zoals ik Mammoet hier op de site ken, is het een can-do mentaliteit. Gericht op positief, constructief meedenken over hoe we klussen kunnen op een veilige manier kunnen uitvoeren en afronden. De sleutel tot succes tussen Mammoet en haar opdrachtgever Shell zijn samen te vatten in commitment om de planning te handhaven. Met als nummer 1 in dat lijstje veiligheid en kwaliteit. Efficiëntie, de middelen en de mensen die we tot onze beschikking hebben om het project uit te voeren, die moeten we zo goed mogelijk benutten. En als laatste natuurlijk kostcontrole, zodat we binnen budget de klus klaren en niet voor verrassingen komen te staan. Mammoet heeft in de Benelux hebben wij 11 vestigingen, waarvan er 8 direct bij de klant op het terrein zitten of direct naast het terrein. We
We zijn onder andere bij staalfabriek Corus gevestigd, Shell in Pernis, Shell in Moerdijk, DuPont in Dordrecht, Huntsman in de Botlek, DSM in Geleen, Dow in Terneuzen en staalfabriek Sitmar in Gent. Op mij komen ze over als een betrouwbare partner die toch wel probeert te denken voor Shell. De fabriek die hier achter mij staat is een fabriek die polyurethanen maakt. Tijdens deze stop hebben we grote projecten, dus closed effluent, robustness, het vervangen van een reactorvat. Wil je dat efficiënt doen, moet je een goede crew hebben om te zorgen dat dat werk efficiënt en goed gebeurt en vooral veilig. Gezien het aantal veiligheidseisen die wij aan het werk stellen, ja, moet je best wel van goede huizen komen. Wil je daar allemaal aan kunnen voldoen? Als Mammoet zijn, dan transporteren wij eigenlijk alles van 2 kilo tot 100 ton. Sowieso het dagelijks onderhoud van onze hele site is Mammoet al bij betrokken. We doen het horizontaal en verticaal transport hier op site. Dus zowel het uithijzen van de equipments op de plant en tevens het vervoer naar een cleaning slab of een spuitplaats. Huiswerkzaamheden in het algemeen vind ik best wel gevaarlijk. En wij samen met Mammoet doen daar heel veel aan om te zorgen dat het werk veilig en vakkundig kan gebeuren. Op dit moment staan we buiten het hek van de fabriek, omdat heel de fabriek ontruimd is. Wij zijn op dit moment bezig met het wisselen van een koelerbank bovenop de fabriek, die gebruikt worden om de complete fabriek te koelen. Omdat ze vervuild zijn, is het belangrijk dat het gebeurt met perslucht. Omdat bij het loshalen van de flensverbindingen er gevaarlijke dampen vrijkomen. En wat het werk extra gevaarlijk maakt. Van de mensen van Mammoet hier op site is een grote mate van saamhorigheid. Je laat elkaar niet vallen, je gaat ervoor, samen doe je de klus. Maar dat bedoel ik met een teamplayer zijn. Je moet de hele scala van het project dus kunnen overzien. En ook zodanig de acties ondernemen om het dadelijk in het veld goed uit te kunnen voeren. Professionaliteit. Nou, heb ik maar één woord voor nodig. Nou. Meen ik.